Ja. Honger. Eindelijk. Voedsel uit het distributiecentrum in Rotterdam. 3 weken lang kwam er uit de havenstad niets. En dat terwijl de voedselbank in Woerden voor een groot gedeelte afhankelijk is van de voorraden daar. Ze halen hier dus opgelucht adem. Ik ben blij dat er ook groente bij is. Want daar hebben we heel vaak de meeste behoefte aan. Een reden van de karige vrachtjes uit Rotterdam is dat er minder voedsel wordt verspild. Als de fabrikanten zuiniger gaan produceren en de detailhandel koopt krapper in, dan blijft er weinig over om te verdelen onder de voedselbanken. Maar ook de eisen voor de producten zijn strenger geworden. Net als Woerden vallen veel voedselbanken sinds kort direct onder de Voedsel- en Warenautoriteit. En dan wordt er heel streng, zoals het ook in restaurants en hotels gebeurt, geselecteerd op mag het nog verkocht worden, mag het nog geleverd worden, wat was de temperatuur, is het niet een keer boven de zoveel graden geweest, dan mag het niet meer verkocht worden. Veel eten mag dus niet meer in het krat, maar gaat de prullenbak in. Vaak sta ik hier wel eens een keer bij, dan denk ik van nou, moeten ze daar nu een hele week van leven. Om de pakketten toch nog gevuld te krijgen, worden lokale ondernemers gevraagd om voorschotten te doneren. Er zijn wel 2 jumbo's die meewerken en een bakker die van het begin af aan meedoet. Maar voor de rest is het heel incidenteel. Toch wanhoopt Ben niet en blijft hij positief. En wie weet lost het probleem zich op termijn vanzelf op. De economie trekt aan, dus je weet maar nooit. Misschien krijgen ze allemaal een baan en hebben ze ons niet meer nodig. Dit is Woerden.tv. Met Woerden.tv heb je altijd als eerste het nieuws uit Woerden. Mis niets. Kijk Woerden.tv.